Opnieuw werd deze week de overheid teruggefloten door de rechter. Na eerdere rechtelijke uitspraken in de Urgenda-zaak en die over de uitstoot van stikstof, we hadden het er al eerder over in deze uitzending, kreeg de overheid ditmaal een tik op de vingers vanwege het gebruik van het omstreden computersysteem Siri. De vraag na al die uitspraken is: neemt de rechter te veel ruimte in ten koste van de politiek? Sommige politici vinden van wel. De rechter te veel op de stoel van de politicus. Bij mij aan tafel minister van Staat Herman Tjeen-Kwilling. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. U maakt zich zorgen over deze aanval of kritiek vanuit de politiek op de rechter. U heeft daarvan al kont gedaan, bijvoorbeeld in een artikel in De Groene. En u maakt zich vooral zorgen, blijkt ook uit dat artikel, op het effect van deze kritiek op de rechter, op de rechtsorde. Wat is uw grootste zorg? Ik denk dat de vraag: neemt de rechter te veel ruimte ten koste van de politiek, dat die te ongenuanceerd is. Kijk, wat doet de rechter? De rechter reageert op een verzoek van een burger. De rechter staat niet 's ochtends op om te zeggen: we gaan nu de overheid dwars zitten. En datgene wat de rechter vervolgens kan zeggen of kan doen is afhankelijk van wat de wetgever heeft geregeld of juist niet heeft geregeld en hoe het bestuur zich heeft gedragen. Dus de rechter is eigenlijk degene die zit in die kloof tussen wetgever en burger, die daar die brug moet slaan, zegt u, en die doet dat met de beste bedoelingen. Dat is een vak. Dus net zoals de dokter met de beste bedoelingen, als u ziek bent, aan uw bed komt en, of in ieder geval, u gaat naar hem toe en zegt: vanuit mijn professie zou ik dat nou doen. Dat is wat de rechter doet. En de rechter kan niet, in tegenstelling tot de politiek, zeggen: u vraagt me dat wel, maar ik kom er even niet uit. Ik geef geen antwoord. De rechter moet een oordeel. De rechter moet recht spreken. Dat is de context. Dus naar de mate waarin de wetgever meer ruimte laat, meer overlaat aan het bestuur, naar de mate waarin het bestuur zich niet aan zijn eigen regels houdt, naar die mate is de rechter gedwongen om een uitspraak te doen waar hetzij de politiek, hetzij het bestuur van zegt: daar zaten we niet op te wachten. Nee, dat kan. Maar het gaat wel om de bescherming van de burger, want die vraag die heeft behoefte aan houvast. Helder. U zegt dus eigenlijk dat waar de wetgever het laat liggen, of waar het bestuur, de uitvoerende macht, het laat liggen, daar zal de rechter iets moeten uitspreken. Nou, even kijken naar die uitspraak van mei vorig jaar, stikstofuitspraak, waar toen gezegd werd: de aanpak van de stikstofproblematiek door de Nederlandse regering is niet juist. Er werd een streep gezet door bestaand beleid. Dat was de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wat is daar nou feitelijk gebeurd? Er is afdeling zegt, is niet wat ik zo net hoorde. De overheid of de rechter zegt dat de overheid te weinig aan het klimaat doet. Wat de rechter heeft gezegd is: er zijn een aantal regels die we zelf hebben afgesproken, ook in Europees verband. En u geeft er een interpretatie aan die niet klopt. Die regel is namelijk: je mag best bouwen of de veestapel uitbreiden, maar dan moet je het compenseren. Omdat dat problematisch is, dat snap ik ook wel, hadden we daarvoor bedacht dat je kunt bouwen en dat je later kunt compenseren. In de toekomst. Dat is dus op de pof. En de Nederlandse rechter had, de afdeling bestuursrechtspraak, had daar twijfel over. Heeft het Hof van Justitie in Europa gevraagd: hoe moeten we dit uitleggen? Hoe gaat het dus in andere landen? Omdat we altijd zeggen: ja, wij zijn het braafste jongetje van de klas. Nou, dat valt vreselijk mee of tegen. En de Europese rechter heeft gezegd: nee, dat is een uitleg die je er niet aan mag geven. Dus eigenlijk heeft de rechter hier, of de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, is ook rechter, ja. In uw woorden heeft gezegd:
heeft eigenlijk de Nederlandse regering geconfronteerd met de regels die ze zelf bedacht en afgesproken hebben in samenwerking met de volksvertegenwoordiging. Dus de rechter confronteert met regels. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk wel een uitspraak die verregaande politieke en maatschappelijke gevolgen heeft. Tuurlijk. Maar... En dan zegt de criticus van de rechter: ja, maar wacht even, de rechter die is niet, die kan niet gekozen worden door de burger. De rechter kan niet weggestuurd worden door de burger. En de rechter doet wel een uitspraak die zulke vergaande gevolgen heeft. Dat willen we niet. Ja. En dat heeft te maken met eigenlijk niet meer helder voor de geest hebben hoe ons stelsel in elkaar zit. Dat stelsel is er een van checks en balances, van evenwicht, macht en tegenmacht. Dus we hebben besloten met z'n allen dat het stelsel zodanig is dat we de functies die de overheid heeft hebben in drieën geknipt, om even grof te zeggen. De wetgevende functie, de bestuurlijke functie en de rechtelijke functie. En we hebben gezegd, die moeten elkaar onderling in evenwicht houden. Waarom? Omdat het ervaringsfeit leert dat als één macht geen tegenmacht ondervindt, dat een absolute macht wordt. En dat geldt ook voor de politieke meerderheid in de Kamer. Ook die is aan grenzen gebonden. En de ene houdt dus de andere in het evenwicht. Op het moment dat politiek en bestuur als het ware twee handen op één buik worden, en dat is vaak het geval, is de rechter voor de burger, want nogmaals, het gaat om de burger en de bescherming daarvan, is de rechter de enige die de burger nog kan beschermen tegen dat conglomeraat van bestuur en politiek. Dus in uw woorden, de rechter moet niet bekritiseerd worden dat hij dit doet, maar de rechter is het laatste toevluchtsoord voor de burger. Wat overigens twee consequenties heeft. Ten eerste dat je als wetgever bij zo'n uitspraak of als bestuur zegt, dat is een uitspraak, hadden we die uitspraak kunnen voorzien? Wat ik wel deed toen ik nog vicepresident van de Raad van State was, als er een wet verkeerd uitpakte in de praktijk, dan vroeg ik wel eens aan medewerkers, kan je even dat advies wat wij over dat wetsvoorstel hebben uitgebracht, toen er nog een wetsvoorstel was en geen wet, mm-hmm, kan je dat er dus bijpakken? Even bijpakken, hebben we dat gezien? En waarom is dat zo belangrijk? Omdat je dan kunt leren van je eigen missers. En dan kun je in de toekomst betere wetgeving maken. Natuurlijk. En dus het is, en het tweede is, het feit dat de rechter een uitspraak heeft gedaan, betekent niet dat dat het laatste woord is. Ook de rechter moet in evenwicht worden gehouden. Okay. En dat betekent dus dat dat je best kritiek op de rechter mag hebben, maar dat je dan moet aangeven waar naar jouw oordeel in die uitspraak de fout zit. Waar de rechter een verkeerde afslag heeft genomen. En dat gebeurt nu te weinig, vindt u? Want de integriteit van de rechter zelf wordt in twijfel getrokken. Ik vind niet dat je, als je bezwaar hebt, en misschien terecht bezwaar hebt tegen bepaalde uitspraken, dat je dan het instituut moet aanvallen. Want dat instituut en de hele democratische rechtsorde, dat is datgene wat ons bij elkaar houdt. Toch zijn er genoeg mensen in Nederland die geloven dat de rechter in Nederland niet onafhankelijk is. Wat zegt u tegen die mensen? Neem Wilders, ja. Geert Wilders, deze week over de advocaten-generaal in zijn proces. Corrupter dan dit wordt het niet, zei hij. Ja, ik vind dat je dus buitengewoon, ik ben het er niet mee eens. Maar ik vind dat je buitengewoon voorzichtig moet zijn met het aantasten van instituties. Want mijn grootste zorg, want dat was de vraag die u zo net stelde, ik was hem niet vergeten. Mijn grootste zorg is dat we de afgelopen decennia eigenlijk sluipenderwijze onze democratische rechtsorde hebben uitgehold. Dat we dachten, in Nederland loopt het zo'n vaart niet. Dat is bij ons wel geregeld. En wat je dus ziet, waaraan zie je dat die is uitgehold? Ik vind dat als het economisch zo goed gaat, dat dan het aantal, de scherpte van de scheidslijnen, het aantal mensen in die minder kans hebben op werk, korter leven, dat gebeurt in een klimaat waar het inderdaad economische groei is. Dat is een aantasting van de democratische rechtsorde. Het feit dat, want het
tast het rechtvaardigheidsgevoel aan. Het feit dat doktoren leraren zeggen... we hebben het gevoel dat de overheid ons niet meer vertrouwt... dat we niet meer onze professionaliteit erkend worden. Dat gaat het om meer dan geld. Ja. Dat is een aantasting van de democratische rechtsorde... omdat het de legitimiteit, de geloofwaardigheid van de overheid aantast. Dat is het dieperliggende probleem, zoals u hier schetst. Nog even toch over die verdeling tussen rechter... waar het politieke macht betreft, en politicus. Een ander voorbeeld is de Urgenda-zaak. Ja. Dat is in zoverre een andere zaak... dat daarbij Europees recht heel belangrijk is. Ja. In de Urgenda-zaak heeft de rechter gezegd... even kortweg... de Nederlandse regering moet meer doen aan het bestrijden van die broeikasgassen. En doet dat op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja. Twee artikelen daar. Dat is Europees recht. Dat wordt in Europees verband ontwikkeld. In Straatsburg, bij het Europees Hof. Daar heeft een Nederlandse politicus... staat daar in feite op grote afstand van. En dan zegt de Nederlandse politicus... op basis van dat verdrag, waar ik met mijn vingers niet aan kan komen... bij de wijziging, op basis van dat verdrag... zegt de rechter zulke vergaande dingen als over het klimaat... en wat de regering moet doen. Is het dan niet ook voorstelbaar dat de politicus zegt... wacht even, maar nu komt iemand mijn gebied binnen... en ik kan daar niks aan doen? Ja, dat miskent of wordt doelbewust vergeten... dat we dat verdrag zelf hebben aangenomen door de Staten-Generaal... dat we daar vaak ook een beroep op doen. Zoals overigens ook degene die de rechter bekritiseren... zelf graag een beroep op de rechter doen. Ik herinner me dat in 2017 Baudet de rechter in de hulp liep... omdat hij vond dat de regering te lang aarzelde... met het antwoord op het uitslag van het referendum toen... En zeer teleurgesteld was dat de rechter zei... dat is niet mijn zaak, dat is een politieke zaak. Even terug naar die verdragen, die hebben we dus zelf aangenomen. En de grondwet zegt dat die bepalingen direct toepasbaar zijn. En de rechter heeft dus de plicht op grond van de grondwet om te toetsen. Aan dat verdrag. Aan dat verdrag. Maar dat verdrag is recht in ontwikkeling natuurlijk ook. Hè? Er worden uitspraken gedaan... Alle recht is in ontwikkeling. Zeker. U weet dat beter, veel beter dan ik. Maar er worden uitspraken gedaan ook op basis van dat verdrag. Het recht ontwikkelt zich. Daar aan dat Europees Hof in Straatsburg. Dat is een in feite autonoom proces... in zoverre dat een Nederlandse politicus daar geen invloed op heeft... En toch wordt op basis van dat in ontwikkeling zijnde recht... worden vergaande beslissingen genomen voor de Nederlandse burger. Ten eerste zou je nader moeten definiëren waar je vindt... dat de rechter daar te extensief interpreteert. Want daar is discussie over mogelijk. Mm-hmm. Voer die discussie dan. En doe niet alsof de rechter... verwijt niet de rechter dat hij doet wat hem constitutioneel is opgedragen... namelijk toetsen... aan die internationale verdragen, die overigens ook een bewaking zijn... ook voor de Nederlandse burger, voor de greep naar de macht... van politiek en bestuur samen, die willen dat die rechter een toontje lager zingt. Je moet altijd je realiseren wie het eerste slachtoffer is... van het knevelen van de rechter. Wie is daar het eerste slachtoffer van? De burger. En met name de burger met weinig geld... met weinig machtsmiddelen, met weinig eventueel wapens... of bedreigingsmogelijkheden. Die burger is het eerst. En daarom is zowel het aantasten van de twijfelzaaien... aan de onafhankelijkheid van de rechter... als het aantasten van de vrije toegang tot de rechter... of het samenvoegen van allerlei gerechten... zodat ze op grotere afstand van de burger komen te staan... Dat zijn allemaal dingen waarvan ik zeg, daar moeten we veel preciezer in zijn. We zijn ongehoord naïef in het geloof dat datgene wat in Polen gebeurt... bij ons niet zal gebeuren. Nog één ding, heel kort tot slot, alsjeblieft. De Tweede Kamer stelt een werkgroep in... die kijkt naar politieke inmenging van rechters. Ja. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat wat ik gemist heb aan als reactie op de uitspraak... van de fractievoorzitter van Forum voor Democratie...
is een principiële stellingname van de andere partijen dat je niet op grond van een paar uitspraken, het zijn altijd dezelfde. De volksvertegenwoordiging heeft gezwegen, zeg. De volksvertegenwoordiging zwijgt op een vrij principieel punt. En wat de volksvertegenwoordiging doet, is een werkgroep instellen waar de facto gelegitimeerd wordt de uitspraken waar je principieel tegen zou moeten verzetten. En ik ben uitgenodigd door die werkgroep en ik heb geantwoord na lange aarzeling. Ik ben opgevoed met het feit dat als de Kamer vraagt je te komen, dan kom je. Om er niet te gaan, omdat ik vind, niet gebruikt wil worden voor de legitimatie van een werkgroep die er niet had moeten komen. Heel hartelijk dank voor dit gesprek.